Hey, Jopie, wat krijgen we nou? Heb jij ineens een pet op? Heb je een nieuwe look? Ja, ik dacht, ik ga eens even voor een nieuwe look. We hebben allemaal trouwe volgers en kijkers. Dus ik wilde even wat nieuws proberen. Oh, nou, ja, het ziet er wel stoer uit, maar hij valt soms wel een beetje over je ogen. Ja, wacht. Hey, doe dat nou niet! Zo lijkt het niet stoer! Oké, nou, ik blijf er vanaf. Maar ik zie er nog wel gewoon hetzelfde uit. Had ik ook een petje op moeten doen. Nou, een petje, dat hoeft misschien weer niet, maar jij hebt weer precies dezelfde kleren als gisteren aan. Kom op, man. Je kunt toch even wat schoons aantrekken hier voor de video? Ja, maar als je dat nou niet had verteld, dan wisten ze dat thuis niet. Nee, maar ik ruik het wel. Oeh, man. Dat stinkt een uur in de wind. Morgen trek jij wat schoons aan. Afgesproken. Afgesproken. Zullen we dan nu gewoon beginnen met het Bijbelverhaal? Nou, laten we dat maar doen dan, want ik ben wel heel nieuwsgierig nou geworden. Ja, nou, het was namelijk zo. Er is een man en die heet Jacob. En Jacob had 12 zonen. Wow, 12! Wat een groot gezin! Ja, tegenwoordig zie je dat niet zo vaak meer. Maar deze man had echt 12 zonen. En nou was het zo, Jacob die had eigenlijk 2 lievelingetjes. En dat waren Jozef en Benjamin. Lievelingetjes? Maar dat is toch eigenlijk helemaal niet zo netjes? Nee, dat hoort eigenlijk niet zo. Maar Jacob had dat wel. En Jozef had ook bijvoorbeeld een hele mooie mantel gegeven. Een kleurige mantel. Mantel? Wat is dat? Ja, ik kan beter een jas noemen. Oh ja, oh, dat snap ik. Een hele mooie kleurige jas dus. Maar had alleen Jozef die dan gekregen? Ja, alleen Jozef. En eigenlijk waren alle broers daar ook wel een beetje jaloers op. Dus ja, dat vonden ze niet zo leuk. Dus Jozef mochten ze niet zo graag. En nou was het ook nog zo, Jozef droomde ook wel eens van die bijzondere dromen. En daar vertelde hij zijn broers dan over. Nou, wat voor dromen waren dat dan? Nou, dat waren dan dromen waarin alle broers gingen buigen voor Jozef. Net alsof hij de koning was. Nou, dan snap ik wel dat ze dat misschien niet zo leuk vonden. Nee, dat vonden ze inderdaad niet zo leuk. Ze werden wat jaloers van en op een dag bedachten ze een plantje. Ze waren allemaal in het veld en Jozef was daar niet bij. Toen moest Jozef van zijn vader even bij ze langs gaan om te kijken. En toen ze hem in de verte al aan zagen komen lopen, herkenden ze Jozef meteen. Yo, dat kwam zeker door die kleurige jas! Nou, klopt. Daardoor herkenden ze hem inderdaad. En toen bedachten ze een plannetje om hem in een put te gooien. Nou, dat is niet zo netjes. Nee, dat klopt. En daardoor zijn we aangekomen daar bij die put waar Jozef nu in zijn eentje in zit te huilen. Dat vind ik zielig hoor. Ja, dat is ook wel een beetje zielig. Maar kijk, daar komen de handelaren al aan. En Jozef wordt verkocht voor een klein beetje geld. En daar gaat hij richting Egypte. Oeh, dat is ver weg. Helemaal alleen, zonder zijn broers, zonder zijn vader. En nou gaat zijn vader hem wel missen. En die gaat hem zoeken en die gaat hem vast en zeker ophalen. Als zijn vader had geweten dat Jozef nu in Egypte was, had hij dat misschien wel gedaan. Maar weet je wat die broers hebben gedaan? Die hebben een geitje geslacht en het bloed van het geitje hebben ze ingesmeerd over de mantel van Jozef. En toen hebben ze tegen de vader gezegd dat Jozef is aangevallen door een wild beest en is vermoord. Oeh, oh, ze liegen, ze liegen! Ja, dat klopt. Maar ja, de vader geloofde dat en daardoor dacht hij dat hij een zoon minder had. Dat Jozef was gestorven. Eenmaal in Egypte verkochten de handelaren Jozef aan Potifar. Hé, broodje schaar! Nee, Potifar. 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 Ja, goed zo, Jopie. Je leert het al. Ja, hij werd verkocht aan Potifar en daar werd hij een bediende van Potifar. En Potifar was een hele belangrijke man in Egypte. Helaas was de vrouw van Potifar niet zo tevreden over Jozef. Nee, en daarom verspreidde ze leugens over Jozef. Ze vertelde aan haar man, aan Potifar, dat Jozef haar had aangevallen. En daardoor werd Potifar heel erg boos. Maar dit is een leugen, dat heeft Jozef helemaal niet gedaan! Nee, dat klopt. Maar ja, Potifar die geloofde zijn vrouw. En toen werd Jozef in de gevangenis gegooid. Oh nee, en het ging net zo goed met Jozef! Ja, maar het verhaal is nog niet klaar. In de gevangenis waar Jozef zat, zaten ook de schenker en de bakker van de farao. En Jozef moest hen bedienen. En op een nacht, nadat ze wakker waren geworden, toen vertelden de schenker en de bakker dat ze allebei een droom hadden gehad. Nadat Jozef de droom had uitgelegd, kwamen de dromen ook precies zo uit zoals Jozef had voorspeld. De schenker kwam vrij
en ging weer aan het werk aan het hof van de farao. De tijd ging voorbij en de farao kreeg ook last van dromen. En hij had niemand in zijn hof die de dromen kon uitleggen. Nou, dan moet hij Jozef roepen in de gevangenis, want die kan het wel uitleggen. Ja, dat klopt, maar dat wist de farao niet. Nee, maar de schenker toch wel, die kan het toch zeggen? Klopt, en dat deed de schenker ook. Die herinnerde zich ineens weer, hey, ik heb iemand ontmoet in de gevangenis die droom uit kan leggen. Dus heel enthousiast vertelde hij dat aan de farao. En toen zei de farao, laat die man bij mij komen, laat die mijn dromen uitleggen. Dus nu komt het toch nog goed. Jozef mocht naar de farao en de farao begon zijn droom te vertellen. Hij droomde dat hij in een veld zat, vlakbij de Nijl. En hij zag 7 vette koeien uit de Nijl opkomen en die begonnen te grazen. Maar vlak daarna kwamen er ook 7 magere scharminkels van koeien. Die kwamen ook uit de Nijl en die begonnen ineens die 7 vette koeien op te eten. Oh, wat een gekke droom, dat heb ik nog nooit gedroomd. Maar Jozef die wist precies wat het betekende. Dus daarom adviseerde Jozef de koning om in die 7 jaren dat het heel goed gaat, om dan pakhuizen te bouwen en alle extra eten wat je hebt, om dat dan op te slaan, zodat als het dan daarna 7 jaar niet zo goed gaat met het eten, dat ze dan nog eten hebben in de pakhuizen. Wat een slim idee! Hij is wel heel slim! Ja, hij is wel heel slim, maar hij heeft het van God doorgekregen. Daardoor weet hij dat allemaal. En dat zag de vader ook. Die dacht, dit is een man van God. En deze man, die maak ik onderkoning. Onderkoning, zie je wel? Nou komt het goed, Nico! Ha, wat mooi! 7 jaren van rijkdom, die waren achter de rug. En het was precies zo gegaan zoals Jozef had voorspeld. Ja, dat moet toch wel, want dat had God hem toch verteld? Ja, dat klopt inderdaad. En hey, Jopie, waar is je bed? Waar is mijn bed? Waar is die nou? Waar is mijn bed? Hey, oh nee, zag ik er net zo cool uit en nou moet ik gewoon weer verder als Jopie. Ja, maar je bent zoals je bent, ben je eigenlijk mooi genoeg. Nou, bedankt. Ik ben ook helemaal de draad kwijt nu. Waar was ik? Nou, je zou net vertellen dat volgens mij dat er ook armoede was in het land. Dat klopt. Nou, en bij Jacob en bij de broers van Jozef was ook armoede. En daardoor zei Jacob tegen zijn zonen, ga naar de farao en koop daar graan voor ons. Want hun hebben nog pakhuizen vol. Maar ga met z'n allen, maar neem Benjamin niet mee, want Benjamin is mijn lievelingszoon. Dus gingen de 10 jongens samen op pad en kwamen ze aan bij Jozef om graan te kopen. Oeh, dus toen herkenden ze Jozef natuurlijk. Nee, dat is het gekke, ze herkenden hem helemaal niet. Oh, dat is gek, maar Jozef herkende hun dan ook niet? Ja, Jozef herkende hun wel, maar hij verklapte niet meteen dat hij hun broer was. En daardoor zei hij, wat brengt jullie hier, wat doen jullie hier? En toen zeiden de broers, nou, wij komen graan kopen, want onze vader heeft gezegd, we leven in armoede en hier bij de farao is genoeg graan. Ja, dat klopt, zegt Jozef. Maar ik vertrouw jullie niet. Jozef deed net alsof zijn broers spionnen waren en hij liet ze in de gevangenis gooien. Oeh, om wraak te nemen? Nee, dat was niet om wraak te nemen. Hij liet ze 3 dagen daar zitten en daarna zei hij, ik wil jullie best vertrouwen, maar dan moeten jullie je jongste broertje ophalen en daarna terug naar mij komen. En om ervoor te zorgen dat jullie terugkomen, moet er 1 van jullie als gijzelaar hier blijven. En wie was dat dan? Nou, Simeon die bleef achter in de gevangenis. De broers gingen terug naar vader Jacob. En daar vertelden ze, Simeon zit vast, want de farao en zijn onderkoning die vertrouwen ons niet. We hebben zelfs in de gevangenis gezeten. Maar hij wil ons wel geloven en graan verkopen, maar dan moeten we ons jongste broertje meenemen, Benjamin. De broers hadden hun woord gehouden en waren met hun jongste broertje teruggekomen. En daardoor mocht Simeon weer uit de gevangenis. En kregen ze graan. De jongens stonden voor Jozef en Jozef vroeg nog, gaat alles goed met jullie vader? De broers die antwoordden dat het goed ging met hun vader en ze bogen diep voor Jozef, zonder dat ze wisten dat het Jozef was. Hey, maar dan komt die droom ook uit van het begin van het verhaal. Nou, dat klopt. Die droom die Jozef vroeger had gehad, dat zijn broers zouden buigen voor hem, dat kwam nu uit. Ha, klopt het dus toch? Maar dat weten die broertjes nog niet. Nee, dat klopt. Maar de jongens gingen weer terug, al die broers, met heel veel graan in hun zakken, onderweg terug naar hun vader. Maar opeens werden ze ingehaald door een bediende van Jozef. Die zei dat ze de drinkbeker van Jozef hadden gestolen. Hadden ze dat echt gedaan? Wat ondankbaar! Bah! Nou, dat hadden ze niet gedaan. Jozef had de drinkbeker gewoon stiekem verstopt.
In de zak van Benjamin. Oh, ook nog in die van Benjamin? Oh, en nu dan? Ja, toen de jongens dat hoorden, zeiden ze van... Nou, doorzoek onze zakken maar, wij hebben echt niks gestolen. Maar de bediende ging doorzoeken en die vond echt de drinkbeker van Benjamin in de zak. Ja, maar ja, dat kwam dat Jozef dat had gedaan. Daar kan Benjamin toch niks aan doen? Dat klopt, maar Benjamin werd al opgesloten. Jozef zei, als straf moet Benjamin hier blijven en mij gaan dienen. Oh nee, dus nou moet Benjamin achterblijven. Dat zal vader Jacob niet leuk vinden. Want dat is toch zijn lievelingszoon? Ja, dat klopt. Nee, dat zal hij niet leuk vinden. En dat zegt Juda ook. Juda, een van de broers, stapt naar voren en die zegt... Laat mij achterblijven hier in plaats van Benjamin. Want mijn oude vader Jacob zal sterven van verdriet als Benjamin hier moet achterblijven. Dat is wel aardig van Juda. Ja! Dat klopt en dat zag Jozef ook. Die dacht, mijn broers zijn andere jongens geworden dan vroeger. Ze zijn veranderd. Het zijn goede broers van elkaar geworden. Ja! Oh, dus eigenlijk was het een soort van test met die wijnbeker. Om te kijken of ze veranderd zijn. Ja, dat klopt. Het was een test. Oeh, dat had Jozef goed verzonnen. Ik vind het echt een slimme kerel. Ja, het is ook een hele slimme kerel. En weet je hoe dat komt? Omdat het een man van God is. Daardoor heeft hij al die wijsheid. Jongen. En toen? Hoe gaat het verder? Toen vertelde Jozef aan zijn broers... Jullie herkennen me niet, maar ik ben jullie broer. Ik ben ook een zoon van Jacob. Jullie hebben mij verkocht. Ik ben jullie broer. En toen hadden ze het zeker wel door. Ja, toen hadden ze het door. En toen vielen ze elkaar in de handen. De broers hadden heel veel spijt... van dat ze Jozef hadden verkocht als slaaf. Ze schaamden zich kapot. En Jozef barstte zelf ook in huilen uit. Maar hij zei, het was Gods plan dat ik naar Egypte moest gaan. Want God heeft mij hier tot onderkoning gemaakt. En daardoor kan ik jullie nu ook weer helpen. Ga terug naar mijn vader, haal hem op, zodat jullie hier allemaal samen met mij kunnen leven. Dat is wel een mooi einde. En ik vind het ook heel mooi dat hij gewoon zijn broers vergeven heeft. En dat die broers ook nu veranderd zijn. Dat die zo opkomen voor hun broertje. Dus eigenlijk is nu allemaal toch weer goed gekomen. Ho, wat fijn. Ja, dat is inderdaad wel een heel mooi einde. Daar kunnen wij ook van leren.